Henk, wat een fantastische middag. Je verslaat de kampioen van vorig jaar. En je kan zeggen wat je wilt, maar het is ook een verdiende overwinning. Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat we eigenlijk vanaf minuut 1 goed in de wedstrijd hebben gezeten. Dat het goed stond, dat we compact en dicht bij elkaar hebben gespeeld. Dat we aardig druk op wisten te krijgen. En vooral het eerste half uur was ik het meest tevreden over. En dan, daarna in de tweede helft kwamen we natuurlijk wat meer onder druk te staan. En dan heeft het team zichzelf overeind gehouden. En dat heeft vooral te maken met de uitvoering van onze speelwijze. En die gasten hebben dat vanaf minuut 1 tot de 90ste minuut goed volbracht. Ja, je zegt dat de uitvoering van de speelwijze was het gewoon zorgen dat Thijssen en Ignacio niet aan de bal komen. Er dicht bovenop zitten. En dan ga je de kampioen gewoon de angel eruit halen. Nou, we hebben geprobeerd in ieder geval de aanvoer naar die twee goed dicht te zetten. Dus de voorzetten eruit te halen, de inspeelpas eruit te halen. Door geregeld goed druk op de bal te maken. En dat betekent dat je heel dicht en kort bij elkaar moet zitten om dat te kunnen realiseren. En dat hebben we vooral, vind ik, in de beginfase hebben we dat goed voor elkaar gehad. Je weet dat in de loop van de wedstrijd altijd de linies wat verder uit elkaar gaan lopen. Wordt het allemaal wat moeizamer en kom je wat meer onder druk te staan. Maar ook op die momenten hebben we op basis van strijdvaardigheid zijn we overeind gebleven. En de 3 punten over de streep getrokken. En het grote pluspunt, tot nu toe speelde je 1 helft goed, 1 helft wat minder. Het hoge niveau heb je de hele wedstrijd vol kunnen houden. Daar hebben we het uiteraard al diverse malen over gehad. En vanmiddag zijn we zeker in staat geweest om vanaf minuut 1 goed in de wedstrijd te zitten. En ik vond het zelfs onze beste fase, het eerste half uur, wat ik net al zei. Dus prima dat we dat op hebben gepakt. Want wil je punten blijven scoren, dan kan je niet teren op basis van 45 minuten. En elke keer weer achter de feiten aan te komen lopen. Dus in die zin hebben we het aanzienlijk beter gedaan dan de wedstrijden ervoor. Hecht je heel veel waarde aan het houden van de nul? Denk het wel. Ja, uiteraard. Je bent blij met die nul. Zeker als dat de eerste keer is. En dat is een streven om verdedigend veel minder doelpunten weg te geven als vorig seizoen het geval was. Dat is voor ons doelstelling nummer 1. En dat betekent dat je goed in je taak moet zitten. En dat hebben we vandaag zeker gedaan. Even naar de centrale verdedigers van vandaag. Met Opoku erbij. Vandaag voor het eerst in de basis. Het lijkt of het kwartje is gevallen. Hij heeft prima gepresteerd. Voor wie is het kwartje gevallen? Nou, hoe we het verdedigend centraal gaan neerzetten. Vandaag heeft hij een prima partij gespeeld. Zelfs zo goed dat ik hem niet dorst te wisselen. Zeker niet op het moment dat je in de eindfase onder druk komt te staan. En hij eigenlijk niet helemaal fit meer was. Dus in dat opzicht heeft hij zijn plekje vandaag in de basis afgedwongen in de voorgaande week in training en wedstrijden in het tweede elftal. En dat heeft hij vanmiddag op het veld bevestigd. Smaakt naar meer. En dan hebben we gelukkig dat we deze week nog 2 wedstrijden krijgen. Ja, wat dat betreft is het een heel pittig weekje. En dinsdag weer Eindhoven tegen een ploeg die gewend zijn om 6-7 keer in de week te trainen. En gisteren al hebben gespeeld. Dus dat wordt een hele zware en moeilijke klus. Maar voor iedere kans die je krijgt moet je gaan, vind ik. En je moet ook daar streven zo ver mogelijk te komen. Hoewel ik weet dat de grootste kans daarvoor is er voor Eindhoven. Dat is niet zo gek. Maar het is nooit zo dat je geen kans hebt. En dat geldt ook voor komende dinsdag.